Hey kijkers, en leuk dat jullie weer kijken naar Lama's. Mijn naam is Ruben en vandaag gaan we weer verder met The Order. Aflevering 5 al. Ja, aflevering 5. Ik heb eigenlijk al een klein beetje doorgespeeld. Maar had hem helemaal verkeerd opgenomen. Dus ik denk, ja, we gaan gewoon opnieuw. En ik ben eigenlijk gewoon precies weer hier. Voortaan zul je mijn facecam trouwens linksonder in beeld zien. Want zoals je kan zien, rechtsonder is zeg maar al die kogels. En ik denk dat, ja, dat moet je eigenlijk wel gewoon kunnen zien. Dus we gaan nou gewoon even kijken of we hier nog wat allemaal kogels kunnen oprapen. Ik zie hier nog heel veel dingen. Hier, kijk eens, een dikke graneet en zo. Zie je nog wat? Nee, want we hebben dit sterke wapen, jongen, de revolver duelist. En die schiet zo lekker, hè. Dat is echt gek. Zit hier nog iets? Ik zie wel iets knipperen. Juist. Ammo. Lekker. Ammo. Oké, we gaan gewoon door. Wow, wow, they blocked the way. Ja, dan gaan we hier naar boven. Even kijken. Op. Deze zo. Door het gebouw, inderdaad. Nou, smash dit ding. Oh, ik dacht het begontje. Smash dit ding. Jongen, waarom doe je dat nou niet? Oh, ik dacht al. Dan ben je niet gewoon naar beneden. Ho, ho! Gewoon even normaal schieten. Gewoon even normaal schieten. Niet zo heel veel kogels. Eigenlijk op zich best wel, maar... Ho, ho, ho! Opgelet. Oh, wauw. Het zijn er veel. We gooien een granaat. Dit is een rookgranaat. We moeten een echte granaat hebben. Daar. Hoppa. Toef. We hebben wel volgens mij een kill. Denk ik. Hoop ik. Ja, volgens mij wel een paar mensen. Enemy down. Komt er nou eentje naar boven, joh? Ik zie daar wel een links een wapen, maar waar ik ze op afstand mee kan raken, maar... Monsieur Shotgunner, waar zijn ze dan? Oh, die shotguns die komen altijd hier naartoe allemaal. Hebben we nog een granaat? Yes. Kom. Boom. Boom. Ja, nou duiken ze toch al weg? Het duurt veel te lang allemaal. Het zijn er zoveel ook, hè. Het zijn er echt veel, dit. Ah! Ik ben er trouwens achter gekomen dat ik gisteren met een sub deed ik Agario. Dat je party kunt doen. Ik speel het eigenlijk nooit meer. Na die ene keer. Kom op, kom op. Hoppa. En, maar je kan blijkbaar party dus doen. Dus misschien gaan we een keer met subs en iedereen van Lama's een keer Agario gewoon spelen voor de grap. Zo. Oh. Kut. Zo. Oké, dat is... wow. Dat was op nippertje. Holy shit. Zo. Waar is Wendt? Schiet ze tenminste wel in één keer neer. Met het ding. Zoveel ammo heb ik hier nog niet. Oh, wow. Ze blijven ook maar komen. Ze blijven echt gewoon maar komen. Gewoon die al die stinkgasten. We zitten midden in de warzone. Hier. Kom. Verwacht, ah. Hier, kijk hoeveel er zijn. Holy shit, en ze blijven maar komen. Gast. Nummer 4 kogels. Ik moest echt weg. Kut, 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 kut. Heb ik geen kogels meer. Even naar boven, even naar boven, naar boven, naar boven. Oh jongens, oh jongens. Oh jongens. Oh jongens. Zo. Oh, oh, kut, kut, kut. Nee. Oeh. Oeh. Wauw, wauw. Jongens.
We gaan het gewoon zo doen. Ah! Kom op. Het zijn echt 50, 60, 70, 80 miljoen. 100. Godnonde. Pielekes. Ze hebben ook allemaal granaten dus. Nog steeds niet gewoon. Oh, is er nou weer nieuw bijkomen? Dan wil ik echt gewoon tempest van gewoon. Waren dat ze? Ja, dat waren ze. We hebben gewoon echt al onze ammo is gewoon weg. Al onze ammo. Wat is dit? Die shotgun. Nee, ik pak dan toch die andere, denk ik. Ik heb al een close range weapon. Oh, of een sniper. Nee. Ik heb nou... Wauw, ik pak dan die sniper, denk ik wel. Of nee, laat maar. Ik pak gewoon de karabijn. En even kijken of er nog kogels voor die andere kleine. Of zit deze nog wel in? Nee, die was helemaal empty. Ammo! Yes, we hebben nou voor deze ook weer. We moeten even gewoon alles nagaan op ammo. Oh, kijk, hier liggen allemaal ammo. Haha. Oké, okay, en op deze dingen kon je dan zeg maar schieten en dan weet ik wel, dan exploderen ze. Alleen, er waren er zoveel. Nee, ik vind deze duelist veel fijner. Is er nog iets hier? Allemaal vol. Oké, okay, nou. Goed, dan gaan we onze Frans man, gaan we helpen met dit duwen. Om even hier op te klimmen. Wat we daarna gaan doen is mijn raadsel. Kijk hem helemaal bewapend zijn dan. Granaatje op zijn rug. Mes. Een karabijn. Een handwapen hier zo links. Ziet er cool uit hoor. Echt de bad boy. Zullen we wel hierop moeten, neem ik aan. Hop. On the roof, net de 6e screed. We zijn er. Kijk, het gaan. Ja, en dan hier zo je wapen vasthouden. Oh, is er maar niemand, is er maar niemand. Save your breath, monsieur. The buildings are blocking the signal. The buildings are blocking the signal. Ook gewoon signal zeggen. Oh, kijk, dan krijgen we die gadgets weer. 18e eeuwse gadgets, 19e eeuwse trouwens. Oké, 2 mijl. Onze vrienden. Oh, wauw, die hebben we heel snel gevonden. Ja, als dat ze niet zijn, dan weet ik het ook niet. We joinen gewoon. I need response from anyone in the vicinity of Whitechapel. Air Command, this is Galahad. Link, monsieur. You copy? We are without sanction here. The Lord Chancellor will be most displeased. Lafayette does not fancy a court martial. We'll worry about that later. Sir Galahad, this is. Okay, there they are. There they are. Sentinel 5, this is Galahad. We require air support on standby. Acknowledge, Sir Galahad. We are signaling blue red at a 1 second interval. We request your visual confirmation for heading change. En dan moeten ze weer gaan zoeken. Zoek het luchtschip. Zijn jullie het? Zijn jullie het? Oh, wat moet ik doen? Heb ik ze? Oh. Oh, wauw. Nou pas. Hoppa. Dit is ook een dubbel, joh. Vet. Of zijn het al twee naast... Nee, het is wel een dubbel, volgens mij. Of een driedubbel zelfs. Acknowledge Sentinel 5. Await further orders at location. Let's go. Let's go, yo. 6 creed skills worden weer getoond hier. Kijk ze gaan. Pak wel mijn close range. Oh, kan nog niet. De geur van pest. Volgens mij ruik je je eigen. Merde. Het ruikt gewoon als merde. Oh, shit. Oh, we moeten gaan jumpen. Yay! Hoppa. En dan gelijk het raam in zo. Wop. Pluton. Volgens mij ben ik dat verdomme. Althans, ik heb ook in Frankrijk... David Jeu de Boel. Goed toepasselijk ook. En als ze dan hadden verloren. Putain. Hé, is een Sandman. Van die indie game. Ik weet even niet welke naam. Little Big Planet. Daar is hij van.
Althans, denk ik. Of Little Big Planet is van dat. Hier, hij pakt zijn gun alweer. Hij denkt... It's get... Oh, kijk hier achter zitten ze allemaal te vechten. Let's go, let's go. Oh wow, kijk, dit is voor onze tegenstander. Grappig. Come on, I'll cover our bases. Yes, sir. Ik denk dat we hem even stealth gaan sneaken als we hem moeten pakken. Bij de orde weet je nooit wanneer je zeg maar weer aan de beurt bent om eigenlijk zijn dingen te gaan. Want volgens mij, ja zie ik, kijk, nou kan ik weer bewegen. Take him, wow. Bots, take him out. Oh, nog eentje. Die vent komt ook niet gewoon meer opdagen. Die denkt, yo, het is goed. Of is hij dood? Ammo! Doei. Doei. Constable, keep your head down. Nou, kan die vent niet schieten. Wow! Down! Down! We gaan vechten, we gaan hem vechtzenden krijgen. De knopjes drukken, zo waarschijnlijk alweer. Rondje, 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 rondje! Ik drukte toch rondje, jongen! Want dat was sowieso gepland, of niet? Ja, dat was sowieso gepland. Zo, so, what the fuck is dat? Dikke windvlaag of zo? Stop for a pint, did you? Oh, die vent. Wat is dit voor gun dan? Dit blaast gewoon een dikke tornado of zo. The rebels are better armed than we expected. There's markings. Look familiar. It's one of us. Where'd you find this? Follow me. Uh-oh. Uh-oh. Volgens mij hebben ze onze wapens gejaft. Komt er opeens zo'n vent uit zijn hok gekropen. Hallo, ja, ik hier is het. Hier moeten wezen. Hij heeft op zijn kraag. H176. Cool. Zo'n echte ouderwetse Bobby. Mon dieu. There is enough firepower here for a small army. Some of this ordnance was manufactured for the order. Igraine even found an arc gun in here. Een arc gun? Wat is dat dan? Misschien krijgen we nu wel mijn arc gun. Mag ik daar met een arc gun gaan vechten? Zo vet zijn. Give me a hand with this one. See what's in there. See what's in there. What did you find? Ja. Je staat. Wauw. Wauw. Wow. Dit is een raar ding. Een dikke vlammenwerper ofzo. Of zitten er allemaal kogels in een rond ding daarboven? Vet. This one hasn't been assigned yet. How did the rebels get their hands on these? I'm making it my business to find out. Begging your pardon, sir. You need it upstairs. That's our cue. Oh, wauw, ik pak die gun. Damn fine. Damn fine. Oh ja, let's go. Ze hebben ons nodig hier. I believe Mademoiselle requires our attention. Mademoiselle requires our attention. Oké, okay, wow, ze heeft een dikke stroomschotenwapen. Move out! Move out! Boom! Het wordt spannend, het wordt heel spannend. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet te abonneren, te liken en dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering van The Order 1886 Walkthrough. Jongens, later.